Zaterdag 27 juni, auto net ingeladen, klaar om naar de dropzone te gaan. Ja, vandaag gaan we dan met PCV op de laatste dropzones open van het VWP, zelfs van België. En we hebben nog net een beetje tijd over om jullie de laatste coming out of quarantine tip te komen vertellen. Currency, dat is iets waar we het nog niet specifiek over gehad hadden in de tips. Nu, wat wil dat eigenlijk zeggen, currency, of quarantine in Skydive? Dat wil niet meer of niet minder zeggen dan dat je ingesprongen bent, dan dat de spring in de vingers zit. En daarvoor heb je toch wel tientallen of zelfs honderden sprongen nodig op korte tijd, op enkele weken of enkele maanden. Nu met het korte seizoen dat ons nog rest, zit er zelfs een grote kans in dat we nooit meer echt current gaan geraken deze seizoen. Nu op zich ook allemaal geen echt probleem, maar wel specifiek naar de doelgroep toe die willen gaan downsizen of die al een tijdje bezig zijn met het downsizen, die al zo in hun hoofd hebben, die misschien al zelfs in een andere koepel liggen hebben, die daar willen snel mee gaan springen. Specifiek aan hen gericht, wacht misschien nog een beetje om met die nieuwe koepel te gaan springen. Je voelt me misschien al wel klaar als je de laatste weken hier en daar al een sprongetje gedaan zou hebben. Of als je er binnen dit en korte tijd 5 of 10 gedaan hebt. Dan ben je in je hoofd misschien al wel helemaal klaar om ermee te gaan springen. Maar misschien is het toch nog beter om nog heel eventjes te wachten. Hoe kan je dat current worden of de currency in de hand werken? Heel simpel, doe hop en pops. Begin nu het seizoen met enkele hop en pops, met de huidige koepel. Zorg dat de springer terug wat in de vingers zit. En dan als je echt klaar bent om met ander materiaal te gaan springen, dan kan je ervoor gaan. Maar doe dan zeker ook wel wat hop en pops met dat nieuwe materiaal. Voilà, dat was het zo'n beetje. We hebben, zoals we net gezegd hebben, dus een hele reeks coming out of quarantine tips gebracht. 23 zal dit zijn. We gaan er dan ook mee stoppen omdat het seizoen terug begint. We danken jullie allemaal om aandachtig te kijken. En we wensen jullie veel plezier op de dropzone met de sprongetjes die gaan komen. En misschien nog een laatste klein weetje. Het laatste half jaar zijn de ongevalcijfers nog niet zo fantastisch geweest. Nog nooit niet zo fantastisch geweest. Dus laten we dat misschien het volgende half jaar ook zo houden. Dag allemaal!